Yo, beste kijkers! Weer een nieuwe vlog! Vergeet te abonneren op mijn nieuwe YouTube-kanaal en laat ook even een blauw duimpje achter en een reactie onder de vlog, hè? Nou, vandaag hebben we Oreo-koekjes, de original. Dat werd zo even aangevraagd door Lynette. Nou, Lynette, kijk maar even gezellig mee, maar weer. Oreo-koekjes, de blauwe verpakking zoals je hebt gezegd. Hoppatee, ik zag het toevallig bij de Zeeman liggen voor maar 99 cent. Dus ja, al goedkoop. Maar ja, ik vond het zo vreemd, er stond op het rek 99 cent. Maar ja, het is wel zo gek. Ik hoefde maar 75 cent te betalen, of 78 ongeveer. Ik weet het niet ongeveer rond die prijs. Dus ja, gaat een handig dag, mooi dag. De 6 stuks is zoals jullie zien. Even kijken, 6 stuks. Zien jullie het? Ja. Original. Er zijn dus, zo zien die koekjes er dus uit. Zwart, een beetje zwart-bruinachtig met een wit randje ertussen. Een wit soort randje. Even kijken, hè. Moeten we weer maar zien. Cacao beschuit met vanille van smaakvulling. Ja, oké. Streepjes komen natuurlijk weer. Even kijken. Dat is 8410. Grote spatie 0733. Dat is streepjes komen van deze. 66 gram. Even kijken. Dat is 66 gram zoals jullie zien. Even kijken. Houdbaar tot 4/12/17. Dat is dus april. Dus januari, februari, maar april ja. Zolang is hij geldig tot volgend jaar april. Mooi. Laten we nu maar eens even gaan proeven dan, hè. Even kijken. Zo, hoppatee. Even kijken. Het ruikt goed, het ruikt lekker in ieder geval. Moet ik maar even open scheuren, want anders krijg ik het niet uit. Kijk, zo ziet het er dus uit. Vanillevulling, hoppatee. Nou, laten we geen proem. Nou, ik zeg, eet smakelijk, zou ik zeggen. Beetje chocolasmaak, cacao choco, een koekje. En de binnenste is lekker romig. Een beetje cacao smaak met een romig laagje ertussen. Het smaakt een beetje door elkaar heen, wel lekker. Ik raad jullie echt aan. Oreo, deze verpakking dus. En we zien ook even zo. Die verpakking. Mooi. Mooi, ik geef het ook een dikke vette 10 plus. Ik vond hem echt super. Mooi. Ik zou zeggen, dat was alweer het einde van het filmpje alweer. Dus het ging wel even snel. Nou, fijne avond. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn nieuwe YouTube kanaal. Een blauw duimpje natuurlijk omhoog en een reactie onder in de vlog. Hey, ik wens jullie nog een fijne avond en tot de volgende video. Later!